Op weg naar de laatste bocht is het Gilarniev Boko. Heeft de leiding in handen. Tweede plaats aan de binnenzijde. Hey Gerrit de Lange. Buitenzijde loopt Gerco Steenwijk een ijzersterke koers. Aan de buitenzijde daarachter Covergirl. Die wordt nu in stelling gebracht. Aiglos gaat geweldig mee in dit geweld. En dat geldt ook voor Daydream Melo. Allemaal uitgeschakeld voor de nummer 9. Nummer Boko 9. En Mats Wester. Die gaan als winnaars. Komen in de laatste rechte lijn. Hebben voorsprong op de tweede plaats. Hey Gerrit de Lange aan de buitenzijde. Gerco Steenwijk. Gilarniev Boko. Met veel vertoon van macht wint hem. Op de tweede plaats. Geweldig, Gerco Steenwijk. En derde is aan de binnenzijde dan. Hey Gerrit de Lange. Officieel zijn de winnaars, dames en heren, van de zesde koers. Gilarniev Boko en Mats Wester. En Gilarni is een vijfjarige bruine merrie van Kentenpol uit Bahama Boko. Duits gefokt in bezit van Stal PD. Trainer Bas Krebas, geweldig gereden door Mats Wester. De leerling aan de Stal Krebas. Die maakt het hier waar met zijn favoriet Gilarniev Boko. We verwelkomen in dit geval de delegatie van ALSA, Afrodite en DSC de Boer. Peter Delis, de man achter Stal PD, is er als eerste bij om Mats Wester te bedanken. En daarna onze eregasten namens de hotelvakschool uit Amsterdam. Diverse disputen die hier vandaag een mooie avond beleven op de drafbaan van Alkmaar. Mats, jongen, gefeliciteerd. Je liet weinig aan toeval over, hè? Ja, het was... Een mooie overwinning, goed van start af. Kon hij de mooie kop krijgen. En, hij probeerde me onderweg wel aan te vallen, maar ik liet gewoon merken dat ik de kop niet over wil geven. En dan hebben ze gewoon een moeilijke partij aan deze. En, ja, jullie hebben samen ja, toch wel een beetje het tempo naar de hand kunnen zetten. Ja, ik kon er een mooi tempo zetten en dat, ja, dat resulteerde in overwinning. Is het je favorietje aan de stal dit? Ja, is wel een van mijn favorieten van de stal. Ja. Heel mooi, jongen. Mats Wester, hij slaat toe, jonge leerling. En een mooi plaatje. Fotografen hebben hun werk gedaan, dames en heren. En mooie winnaar deze, Gilarniev Boko. Geef een applaus, Mats Wester, Gilarniev Boko. De winnaar van koers 6. Nog 50 meter. Start is gevallen en de start wordt gemist door Flash Greenwood. En de deelnemers die koers af op de eerste bocht. Met aan de binnenzijde de favoriet Gilarniev Boko die het veld op sleeptuif genomen. Uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. Voor Hey Gerrit de Lange. Aan de buitenzijde daarnaast Gerco Steenwijk. En achter Gerco Steenwijk volgt dan Aiglos. En die wordt dan weer op een lengte gevolgd door het nummer 3 van Covergirl. De medefavoriet die een geweldige beginfase kent. En de deelnemers die zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met de favoriet Gilarniev Boko aan kop van het veld. Dicteert het veld. Heeft een lengte voor op de tweede plaats. Daarachter dan Hey Gerrit de Lange. En achter Hey Gerrit de Lange komt aan de buitenzijde Gerco Steenwijk. George Baldwin heeft met nummer 6 wat ongelukkige beginfase gekend. En die komt op dit moment niet uit het derde spoor weg. Jesse Terborg die, ja, is een beetje aan het twijfelen. Rijdt hij door of parkeert hij hem in? Paarden komen in ieder geval in de rechte lijn. En het is aan de kop van het veld Gilarniev Boko. Maar die moet dat nog twee rondes vol zien te houden. Buitenzijde Gerco Steenwijk. Aan de binnenzijde dan Hey Gerrit de Lange. Buitenzijde het nummer 3 van Covergirl. Nog altijd drie dik die George Baldwin. Geen meter te veel voor Aiglos en Johan Kloppenburg. Een tactisch ritje vandaag van de eigenaar. Met aan de buitenzijde daar dan schuin naast de Covergirl. Laatst aan de binnenkant. Is Daydream Melo. En die wordt in het tweede spoor vergezeld door Imelo Kanje. Imelo Kanje, een paard met veel macht. En die ligt er eigenlijk voor zijn doen heel mooi bij. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. En kijk naar George Baldwin. Die drukt daar gewoon door in dat derde spoor. En probeert op gelijke hoogte te komen met de koploper Gilarniev Boko. Gilarniev Boko, buitenzijde Gerco Steenwijk. En daarachter hebben we dan aan de buitenkant opkomend die George Baldwin. George Baldwin met aan de binnenzijde Hey Gerrit de Lange. En Hey Gerrit de Lange die koerst op gelijke hoogte. Ja, met een aantal paarden. Het is net een klein Vincennes hier op Alkmaar. Belooft een mooie eindfase te worden. Maar Mats Wester, hij wordt er niet warm of koud van. Brengt het veld de laatste ronde in met Gerco Steenwijk. En aan de buitenkant George Baldwin op zijn dak. Aan de binnenkant Hey Gerrit de Lange. En die zit daar heel leep. En die loopt geen meter te veel. Achter deze paarden zit ook Covergirl er goed bij. Maar Covergirl die kan op dit moment geen kant op. Er lijkt wat mogelijkheden te komen als George Baldwin wat terugzakt. Covergirl krijgt nu een vrij
vrij spoor. Maar het is ook zo dat Jaap van Rijn zomaar een tikje uitdeelt aan CoverGirl. En dat is iets wat in de voorgaande koersen nog niet nodig was. En dat geeft aan dat het tempo hier verschrikkelijk omhoog gaat. Op weg naar de laatste bocht is het Gilarney F. Boko. Heeft de leiding in handen. Tweede plaats aan de binnenzijde. Hey Gerrit de Lange. Buitenzijde loopt Gerco Steenwijk een ijzersterke koers. Aan de buitenzijde daarachter CoverGirl. Die wordt nu in stelling gebracht. Aiglos gaat geweldig mee in dit geweld. En dat geldt ook voor Daydream Melo. Allemaal uitgeschakeld nummer 9, nummer 9. En Mats Wester, die gaan als winnaars. Komen in de laatste rechte lijn, hebben voorsprong. Op de tweede plaats, hey Gerrit de Lange aan de buitenzijde. Gerco Steenwijk, Gilarney F. Boko. Met veel vertoon van macht wint hem. Op de tweede plaats, geweldig Gerco Steenwijk. En derde is aan de binnenzijde dan, hey Gerrit de Lange. Vierde CoverGirl.